E-sporting is hot. Quint en X vertegenwoordigt Feyenoord in de dit jaar gelanceerde E-divisie. Maar ook de Feyenoord-spelers zelf houden na hun training van een potje FIFA op zijn tijd. In de Feyenoord-FIFA-battle nemen ze tegen elkaar op en maken uit wie Feyenoord's FIFA-koning is. Vandaag een wedstrijd uit Pool C, Justin Bijlo tegen Wessel Dammers. Ben je klaar voor? Ja man, succes. Succes. Amigo. Stop je gelijk? Nee. Schattig uit, man. Vamos. Wat een goal zeg. Oi. Mag ik hem gewoon afsluiten nu of? Hij komt terug. Nu krijgen we al paniek, man. We gaan alles wegrossen nu. Gefeliciteerd, vriend. Thanks, man. Het is de enige en laatste keer dat je maar 3-0 vindt. Ja, ook jij trapt in een val die Wessel Dammers heet. Helaas, voor jou. Ja, klopt. Hij heeft goed gespeeld. Ik begon goed, moet ik zeggen. Ik had hem aardig onder druk, maar hij kwam er goed uit steeds met Robben. En hij me gewoon goed afgestraft te pakken. Ja, Wes, hoe noemen we dit? Een Duitse benadering misschien? Ja, een dik verdiende overwinning. Ja, in het begin had ik het wat lastig. Justin, wat hij zelf zei, had me goed onder druk. Maar ja, op zich voor de rest niet echt veel weggegeven. Ik had het idee dat je er erg op gebrand was om de praatjes te snoeren. Dat lukt niet. Is dat dan extra pijnlijk? Nee, het is niet pijnlijk, want ik weet dat ik hem volgende keer gewoon ga pakken. Voor de rest niks. Tweede keer 0-3. Na Nieuwkoop opnieuw 0-3 gezet hebben we nu ook Bijlo in een wedstrijd op 0-3. Je bent wel de Jantjeskoning van deze selectie aan het worden, geloof ik, hè? Nou ja, goed, dat wil ik niet zeggen, maar je moet natuurlijk altijd voor het maximale gaan. En het is ook goed voor Justin zijn zelfvertrouwen dat hij dan nog een keertje scoort. Dan, De overwinning van Wessel betekent dat hij ongeslagen door is naar de volgende ronde. Maar ook Justin hoeft zich weinig zorgen te maken met 6 punten uit 3 wedstrijden.